Het is de tijd van de indies op de PS4. Dat was te zien aan The Witness, maar ook zeker aan Firewatch en Unravel. Vanmorgen vroeg heb ik jullie gevraagd welke game het zou gaan worden en er is uiteindelijk gestemd voor Unravel. En vandaar dus de winnende game Unravel op mijn kanaal. Geniet ervan. Welkom beste kijkers op mijn kanaal bij een nieuwe video, een nieuwe serie. We spelen vandaag een nieuwe indie game op de PS4 en deze game heet Unravel. Ik wist helemaal niet dat die werd uitgegeven door EA. Ik hoop niet dat dat een negatieve draai geeft aan de game. Ik denk het niet, want zoals je al zag, de uitgever van deze game, de studio Coldwood, als het goed is. Die had ook een tekstje achtergelaten waar ze eigenlijk uitleggen met wat voor liefde zij in de game hebben gestopt. Ik zet even de muziek wat zachter, what the fuck. Hoeveel liefde ze in de game hebben gestopt en dat ze de afgelopen 3 jaar mee bezig zijn geweest en een bepaalde boodschap willen meegeven aan het publiek dat deze game gaat spelen. Dus daar ben ik zeer benieuwd naar. We starten dus vandaag aan een nieuw game van Unravel. Een klein mannetje, een bolletje wol, lijkt bijna op Little Big Planet. En als het goed is, flikkert dat bolletje wol loop van de game uit elkaar. Je laat ook zo'n draadje achter, als het goed is. Maar ik weet het niet. We gaan het ontdekken, we gaan het zien. Welkom bij Unravel aflevering 1. Laat toch vast je like achter, show die support en laten we kijken. Wow. What the hell, mates? Voor een indie game? Wat een graphics, man. Het is een indie studio, hè? Het is gewoon een indie studio. Ze hebben dit even voor elkaar gekregen. Kijk, dit ben ik. Ik loop. Ik kan heen en weer lopen. Het is dus niet naar voor en naar achter. Het is echt alleen heen en weer. Lekker schattig. En laten we die tekst even voorlezen van het kussentje. Lika blommar ursma enklating. Ik denk dat het iets van Zweeds is of zo. Fins, zoiets dergelijks. Welkom bij Unravel, aflevering 1. Wow. Ik klik op kruisje en dat sluit dat boek weer. Wat is deze? Vierkantje sluit het boek ook weer. Geen interactie met de bladzijde dus. Wow, dit is zo vaag en niet duidelijk. Oh, wacht eens even. Misschien zijn dit gewoon de chapters. De chapters die nog dicht zitten of zo. Wie weet staan we nu in het hoofdmenu. Dus wie weet kan je wel gewoon heen en weer lopen in het hoofdmenu. Jeetje jongens, dit spelletje ziet er tot nu toe echt heel erg leuk uit. Even wat anders, weet je wel. Even vrolijk. Rustig. Liefdevol. Ik weet niet of jullie de game Flower wel eens hebben gespeeld, maar die heeft zo'nzelfde sfeer, zo'nzelfde vibe. What the fuck, dit is vet mooi gemaakt. Ik dacht serieus dat ik naar een cutscene keek, maar ik bestuur het zoals je ziet. Nou snap ik dat dit ook niet de zwaarste game is voor een systeem, dus dat je het al gauw erg mooi kan maken, want het is zeker geen zware game. Wat ik dus al zei. Oh! Huh?
Ik bleef eventjes hangen, zagen jullie dat? Ik bleef even hangen aan mijn touwtje. En het kan aan mij liggen, maar volgens mij word ik ook steeds slanker naarmate ik verder kom in de game. Want dat touwtje, dat wikkelt natuurlijk af. Ik word een steeds kleiner bolletje wol. You need more yarn, oftewel we hebben meer draad nodig. Hold R2 to throw a lasso. Let go. Auw, boven op mijn hoofd. Dit is echt veel te fucking grappig. In plaats dat hij nou gewoon in één keer aan het begin van de game zijn touwtje losmaakt, dan wikkelt hij ook niet af. Nee hoor, zo snugger is hij niet. Grappig. Dat is echt heel erg grappig gemaakt. Kijk, met L2 ingedrukt wikkel je je touwtje terug. Dus zo kan ik zeg maar mijn touwtje terugwikkelen. Heb ik minder draad verspild. Wow, dat was een sprong. Even mijn draadje terugpakken. Wee! Dat is echt gewoon vet gemaakt, jongens. Grappig. Wow, wat is dat nou weer? Fucking awesome. Ik hou echt van dit soort style games. Het is zoiets anders dan wat we altijd maar gewend zijn. Call of Duty! Bam, 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 bam. Altijd maar schieten. Dit is gewoon even leuk en lief, man. Heb ik weer extra draad. Oh, fuck! Ik schrok ervan. Oké, hier is niks te doen. Ja, je moet ook even kijken voor extra secrets in de wereld, hè. Want ik liet me hier eigenlijk ook al meteen weer vallen. Hier dus. Maar ik ben benieuwd of je niet gewoon... Nee, we kunnen geen dingen oppakken. Oké, okay, duidelijk. Huh? Ik heb een touwbrug. Ik heb geen idee wat ze bedoelen. Oh, kijk, ik liep alweer op de zaakjes vooruit hoor. Wat schattig gemaakt zeg. Dit is echt vet. Ik zat alweer bij dit draadje te zoeken. Kijk, hier kan ik nog niet op lopen zoals je ziet. Maar bij die andere wel. Nou snap ik het. We hebben een soort mini, ja, soort trampoline gemaakt. Wat er dus zo uitziet. En dan kan ik naar boven. Veel te schattig spelletje dit. Dit is echt leuk. Hey, appels. Oké.
En ik heb weer nieuw draad. Het is echt een heel grappig spelletje. We gaan kijken of we misschien door het eerste hoofdstuk heen kunnen lopen. En dan, want dit is nog puur tutorial. Of we de tutorial kunnen afronden. Of misschien het eerste hoofdstuk kunnen afronden, zoiets. Nou, hier is de extra draad. Alright. Wacht even, dit slaat nergens op. Maak het even los, dan trekken we het strak. Even kijken wat we moeten doen, hoor. Nee, dit maakt niks uit. Nou, dan gaan we gewoon verder, toch? Ho, 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 ho. Up, snel eruit. Ik weet niet of ik kan zwemmen natuurlijk. Zag je dat? Hoe schattig dat eruit zag? Omdat die nat is met water. Nee, nou ben ik dood. Oh, ik heb al 1 trofee verneut dat je niet mag doodgaan. Ik wist niet dat dat niet mocht. Ach, ik ga sowieso geen platinum halen in 1 run. Maar dit is wel zonde. Ik wist niet dat je niet kon zwemmen. Oké, maar je legt gewoon appeltjes neer. En die appeltjes moeten dan jouw brug worden. Dus het is heel leuk verzonnen. Nou ja, ik had hoe dan ook verder in het spel al dood te gaan. Maar om zo snel dood te gaan, dat had ik niet verwacht. Ja, je mag gewoon niet zwemmen, ja. Dat had ik gewoon moeten snappen. Welk bolletje wol kan nou zwemmen? Ja, geen één. En dan halen we waarschijnlijk in deze playthrough een heel leuk spelletje. Los van dat het een heel leuk spelletje is, maken we er een hele leuke serie van met leuke, schattige afleveringen. Net als The Witness, die gewoon natuurlijk lekker doorgaat. Die game heb ik inmiddels platinum, maar de serie moet natuurlijk nog op YouTube komen. En ik denk dat jullie dat hartstikke leuk gaan vinden, net zoals deze. En dat ik dan uiteindelijk die rot trofee ga halen dat ik nooit mag doodgaan in deze game. Buiten de opname, zoiets. Zie je jongens, dit was de techniekie. Ja, was ik daar maar eerder achter gekomen. If you ever get stuck, hold... Oké. Oh, dus dan kan je gewoon op de grond gaan zitten. Kijk hoe dat eruit ziet. Dan ga je gewoon zitten, ga je mediteren en dan kan je het opnieuw doen. Nou goed, dat gaan we nu niet doen. Wow, wat was dat nou weer? Soms word ik tegengehouden door iets, lijkt wel. Het draadje moet ook even goed mee, dat hij weer strak staat. Dit is echt zo'n lief spel. Oh. Ik ben niet lang genoeg meer, jongens. Doe ik iets fout? Ik denk het wel. Ik denk dat we zo'n bolletje over het hoofd hebben gezien. Ja, kijk, zie je.
Ach, mijn laatste draadje. Yeah! Kijk, en nou kan ik ook weer rustig verder. Hey, wacht eens eventjes. Een secret. Yay! We hebben één secret verzameld. Ook zo vet hoe je dat stuifmeel ziet van die bloemetjes. Ik denk ook niet dat de secrets heel moeilijk zullen zijn, maar we moeten wel goed onze doppen open houden voor dit soort dingen. Hé, hey, een fietsje. Ik vind die wereld echt super mooi vormgegeven. Die graphics zijn echt lekker gewoon. Wow, wow, wow! Ik vraag me af... Wow, wow, wow. Voordat we verder gaan, wat is hier? Oh, kijk, zie je, hier is inderdaad wat. Oh, en waarschijnlijk snap ik al hoe ik dat moet doen. Gewoon simpelweg nu nog niet. Ik moet waarschijnlijk straks vanaf de boom daaraan hangen en dan kan ik dat verzamelen. Hier dus. Oh, kom op. Wacht, als ik me hier aan vastmaak. Chill. Aha, zie je, hier kan ik ook niet verder. Zou ik toch omhoog moeten? En dan denk ik een goede swing maken. Yay! Het is zo vet gedaan. Het is echt schattig. Het is echt een leuk spelletje. En je zit gewoon met de glimlach het spelletje te spelen. Ik denk dat dat wel duidelijk is. En daaronder moeten we zijn. Dat snap ik. Oké, chill. Extra draad. De mechanics zijn ook echt fucking origineel. Je hebt nog nooit eerder in een game zoiets gezien. Want in eerste instantie wat ik dacht, een sub van me, Michael, die zei ook al, ja, het is een beetje Little Big Planet-achtig spelletje, waarschijnlijk niks voor mij. Maar het is, ondanks dat het een klein mannetje is van wol, echt compleet origineel in vergelijking tot Little Big Planet. En dat is wel heel tof gedaan. Ouch, ja, dat doet pijn in je kopje, hè? Oh, dat red ik niet. Met dit blokje red ik het natuurlijk wel. Even kijken of ik niet iets heb overgeslagen. Wat ook echt heel handig is. Daarmee wil ik deze aflevering van Unravel aflevering 1 afsluiten. Is dat mochten jullie iets nou spotten in de aflevering. Dat ik bijvoorbeeld tijdens het gamen niet heb gezien. Wat mij is ontgaan. Ik ga de game nog een keer spelen binnenkort. Om de game platinum te halen. Hey, kijk, een egeltje. Super zatte. Echt chill. Echt heel chill. Sfeertje gewoon. Wow. Bijna op mijn hoofd. Maar ik ga dus binnenkort de game platinum halen door hem uit te spelen zonder dood te gaan, zeg maar.
Maar waarschijnlijk zit er ook een trofee in dat je gewoon alle collectibles moet verzamelen. Ik hoop eigenlijk niet dat er speedrun trofeeën in zitten. Dat lijkt me niet zo heel leuk. Ik vind speedrun trofeeën sowieso nooit zo heel leuk. Maar laat me dan even weten op welke minuut van de video er collectibles zijn. Dan kan ik dat doen. Volgens mij snap ik al wat de bedoeling hier is. Het is wel een beetje lastig. Is daar boven een... Oh! Kijk, dat is dus wat je wel even te binnen moet schieten. We hebben dit ding niet voor niks gemaakt. Net dacht ik al, waarom hebben we dit ding gemaakt? Ja, ik moet hem wel maken. En dan zo naar beneden springen. Dan het blokje meenemen. Chill, nou heb ik hem dus een blokje mee. Je zal toch zo'n bolletje wol in het echt voorbij zien komen, jongens. Dat is toch hilarisch. Ah, kijk, dan zetten we dat daarop. Kijk, nou staat het bolletje daarop. Of het blokje daarop. En nou kan ik hier gewoon verder. Oké, ik heb geen collectibles overgeslagen. Ik ga alleen nog deze schommel doen. En dan sluit ik de aflevering af. En dan hoop ik natuurlijk niet dat ik de volgende aflevering begin en dat ik dan vlak bij het einde van deze chapter was ofzo. Dat zou een beetje jammer zijn. Oh, auw. Niet stoten. En dan hoop ik dat jullie hebben genoten van aflevering 1 van Unravel. Een heel origineel spelletje zoals jullie zien. Oh, dit werkt ook. Wat grappig. Wow. Dit is denk ik het perfecte moment om hem te stoppen. Gewoon huppakee. Verandering van sfeer, verandering van aura. Het einde van aflevering 1 van Unravel. Ik hoop dat jullie echt hebben genoten. De video even liken. Natuurlijk die support showen. En in aflevering 2 gaan we verder met deze creepy sfeer van de game. Vet hoor. Ik heb genoten tot nu toe. Ik vind het echt een vette spel. Een vette spel. Ik vind het echt een vette game. Dus bedankt voor het kijken. En later.